Goedemiddag allemaal. Hallo. Je zag naar voren komen lange verhalen en ik heb een kwartier de tijd, dus ik ga het beperkt houden. Maar desalniettemin niet af aan mijn verhaal, want ik mag met jullie contractbeheer induiken. Als we kijken naar hoe er geld verspild wordt onnodig in organisaties, dan kun je afvragen, hè, jouw organisatie, heeft dat dan te maken met slechte leveranciers die niet goed handelen, niet hun afspraken nakomen? Heeft dat te maken met de kwaliteit van de goederen of diensten die geleverd worden? Of is het misschien een stukje inzicht wat je mist? En contractbeheer in Profit Financieel is zo'n mooi voorbeeld van wat we vandaag gaan laten zien vanuit product management. Wat je nu al ter beschikking hebt. Goed om te weten, hè, we staan vandaag, Bart en Kevin komen ook zo meteen als product manager aan bod. En we tonen vandaag software die je nu al hebt, waar je vandaag al mee aan de slag kunt. Zoals je zo meteen in de auto in huis zit, kan je het alvast uitdenken. Vanavond inrichten, morgen live brengen. Dat is natuurlijk niet de praktijk waar we het over hebben. Dat weten we, dat snappen we ook. Dus dat willen we ook zeker niet bagatelliseren. Maar we willen vooral laten zien, wat zit er nou in? Wat kun je ermee doen? En wat we doen is scratching the surface. We raken puur en alleen maar eventjes gewoon het basis aan om jou aan het denken te zetten en dat mee te nemen in de organisatie en daarbij stil te staan. De rest van de nieuwe functionaliteit zien we natuurlijk op de avonds open. Schrijf je in. Als je dat nog niet hebt gedaan in de zomer of aan het begin van de zomer, rond april, wat is het? April, mei? Zeg ik? Mei? Ja, jullie weten het beter dan ik. Ik moet nog beginnen. Komt de avonds open, laten we een nieuwe functionaliteit zien en dan zullen we dat ook uit de doek doen voor jullie. Nu bestaande functionaliteit, contractbeheer. Als we vragen, als je kijkt naar een onderzoek wat onlangs is gedaan door CM-partners, dan zie je dat eigenlijk contracten, waar beheren organisaties dat? Ja, overal en nergens. En wat je hier eigenlijk nog mist zelfs, is geprint in de la bij die ene collega. Die een contract heeft gesloten en die bewaart dat in zijn kastje. En ja, je weet al wat er gebeurt, hè? Die persoon gaat uit dienst, die kijkt even door die hele stapel heen en denkt, nou, weet je wat, best, smijt maar weg. En hopsakee. En ondertussen blijft natuurlijk wel die factuur terugkomen voor dat tijdschrift, voor dat abonnement. Mensen denken, ja, het zal wel, dat wordt waarschijnlijk nog wel gebruikt. Het wordt niet meer gebruikt. Zonde. Echt werkelijk zonde. Wat proberen wij dan te bewerkstelligen met contractbeheer en financieel? Allereerst overzicht. Welke afspraken hebben we allemaal met alle partners, leveranciers in ons ecosysteem? En denk dan inderdaad ook echt breder dan alleen leveranciers. Denk dan ook aan partners. Denk aan vrijwilligers die iets doen voor jouw organisatie. Allerlei mensen met wie jij afspraken hebt die iets voor jou leveren, goederen of diensten, aan de inkoopkant. Dus als je een vraag hebt over verkoopcontracten, dat valt niet binnen deze module in financieel. Je hebt ook inzicht, niet alleen het overzicht, maar ook inzicht. Wat zit er nou in dat contract? Wat zijn de voorwaarden daarvan? Dat we je natuurlijk ook centraal kunnen laten beleggen en inzichtelijk maken aan je collega's. En natuurlijk grip. Grip op je financiële risico's. Zodat je inderdaad niet die onnodige verspilling hebt van kosten van allerlei zaken die je eigenlijk niet meer gebruikt of nodig hebt. Nou, ik ga even wat voorbeelden noemen waar je het voor zou kunnen gebruiken. Denk aan verzekeringen. Denk aan tijdschriften, abonnementen die je hebt, softwarelicenties, dat soort zaken. De huur van je pand. Waarom niet? Zet het erin. Laat zien wanneer het afloopt. En je raamcontracten voor je inkoop. Nou ben ik benieuwd. Ik noem al een aantal dingen. Hebben jullie nog ideeën waar zou je nog meer voor kunnen gebruiken? Lease van, ik hoor het uit die kant ongeveer komen, lease van auto's, van dat soort zaken. Ja? Energie. Fee? Energie. Mevrouw? Management fee? Management fees. Ja? Zeker, absoluut. Als je daar bepaalde afspraken over hebt, zet ze erin. Als er een financiële verplichting tegenover staat, nou, dan ben je helemaal aan de beurt. Want dat laat je zo meteen zien, dan kan je echt mooi mee aan de slag. En ik ga deze vier voorbeelden ga ik zo meteen uitlichten voor jullie. Wat ga ik laten zien? Verzekering kan je weer mooi koppelen met vaste activa in Profit Financieel. Vanuit tijdschriften ga ik laten zien dat je de workflow contractverlenging krijgt. Hey, het contract loopt af, iemand is daarvoor verantwoordelijk voor dat contract en die krijgt een workflow voor ze kiezen. Wat wil je hiermee gaan doen? Gaan we het beëindigen? Gaan we door? Ik ga ook laten zien dat je verplichtingen kunt genereren voor die management fee bijvoorbeeld, zodat je makkelijk de facturen kunt afletteren. En ik laat zien hoe je de contractwaarde van raamcontracten met inkoop kunt gaan uitnutten. Dit is mijn verhaal. Dit ga ik even aan jullie laten zien. Uiteindelijk zijn we productmensen. We houden er veel meer van om lekker uit het product te werken dan dat we met PowerPoints bezig zijn. Zo zal ik me toe beperken ook. Ik begin gewoon in Profit Windows. Hier hebben we het. We hebben het ook in Insight. De rest van mijn demo zit allemaal in Insight. Maar gewoon puur eens even vanuit Profit Windows kijken wat er allemaal in zit. En ik laat dan ook mijn inboedelverzekering zien. Mijn verzekering waar ik Activa onder heb gekoppeld.
Hieronder contractbeheer heb ik contract in financieel. En ik heb hier een weergave gemaakt van al mijn contracten. Dus ik kan makkelijk, mooi en zichtelijk maken. Hiervoor ben jij geautoriseerd. Hè? Administratie, autorisatie zit er ook op. Ik kan mooi perfect laten zien welke contracten wel en niet voor mij verantwoordelijk zijn. Waar ik verantwoordelijk voor ben. En ik pak mijn inboedelverzekering erbij. Nou, alle andere velden die hier staan zal ik zo meteen even aanstippen vanuit Insight. Dat is wat overzichtelijker. Maar ik ga eerst eens kijken naar de activa. Dit zijn de activa die vallen. Die heb ik zelf gekoppeld aan dat contract, aan die verzekering. En ik kan hier heel eenvoudig zien welke inboedel valt dan onder die verzekering. Wat is de status daarvan? En vervolgens bij wie is het ook in gebruik? Is het in gebruik? Nou, je kunt hier natuurlijk alle data bijhalen van je activa-administratie. Maar het is natuurlijk zo prettig om dit inzicht te kunnen hebben. Zodat als die stoel stuk gaat, dat je kan zien, is die verzekerd of niet? Want je kan natuurlijk vanuit de andere kant, vanuit de activa, kan je ook weer zien welke verzekeringen vallen daarover. Wat hoort daarbij? Ik heb ook een stukje dossiervorming. Dus hier zie ik de bovenste regel dat de voorwaarden van de inboedelverzekering zijn gewijzigd. Nou, die heeft mijn collega Marieke netjes ingestuurd in het dossier van het contract. Ze hebben gelijk dossiervorming op dat contract. En ik zie dat er een schadeclaim is geweest. Ook weer ingestuurd door Marieke op dat contract. Zo heb ik altijd een integraal beeld van dat ene contract. En daarnaast heb ik nog historie, gewoon puur om even te laten zien. Het laten zien, wat is er allemaal gewijzigd aan het contract? Wie heeft het gedaan? Wat was de status? Hoe zag het contract er toen uit na die wijziging? Puur even wat dingetjes om te laten zien wat je in contractmanagement kan gaan doen. Maar je ziet aan de linkerkant in het menu van het eigenschappenscherm, zie je ook verplichtingen, inkooporders, facturen, offertes. Allemaal gebundeld, heel dat inkoopproces is gebundeld onder dat ene contract. En dat hele proces borgen met een soort van kapstokverband. Ja, dat is natuurlijk de kracht waar zo'n contract in één keer naar voren komt. Ik heb jullie beloofd om ook te schakelen naar Insight, dus dat ga ik doen. Hier vanuit het menu ga ik naar contractbeheer. Ik heb even een portalpagina opgezet om aan jullie gewoon te laten zien wat we de vier doeleinden die we wilden gaan neerzetten. De inboedelverzekering hebben we net gehad, dus we gaan eens kijken naar de tijdschriften. En vanuit de tijdschrift had ik ook gezegd, hebben we de workflow contractverlenging. Dus die komt automatisch naar voren om je te attenderen op het feit dat die af gaat lopen. Nou, ik had net ook gezegd, die bepaalde velden vanuit het eigenschappenscherm in Windows laten we niet zien. Die laat ik hier even zien. Dus wat zien we? Ik zie de status. De status van het contract is op dit moment actief. Dus hij loopt inderdaad, of hij is beëindigd, of hij komt eraan, hij is inactief. Er is een verantwoordelijke, ik ben ingelogd als Kees Sandbergen. Dus het is mijn contract, ik ben verantwoordelijk. Altijd heel fijn hè, om te pinpointen, jij, niet jouw afdeling, maar jij specifiek, bent verantwoordelijk voor dit contract. Ik zie de looptijden in het volgende part. Dus ik zie dat die loopt inderdaad van april 2018 tot en met maart 2019. 12 maanden lang. En hij wordt inderdaad stilzwijgend verlengd. Dus let op, beste Kees. Zodra dit contract gaat aflopen op 31 maart, moet jij wat we gaan doen. Want anders gaan we gewoon weer een jaar erin. Dus je moet aan de slag. Nou, en dan wordt het ook leuk. Want dan gaan we zien dat in het dossier van dit contract staat een workflow contractverlenging klaar. En als ik die open, dan zie ik precies dezelfde data als net linksop en in naar voren komen. Voor de verlenging zag het contract er zo uit. Als jij rechtsbovenin in de workflow klikt op verlengen, dan ziet het er zo meteen zo uit. We gaan hem voor een jaar verlengen. Dat kan je eventueel aanpassen en we starten automatisch een nieuw contract voor je. Dit inzicht, als je kijkt naar alle risico's die je loopt met contracten die niet inzichtelijk zijn. Dit is eigenlijk al zo simpel, maar zo belangrijk. Dat je dit automatisch naar voren laat komen voor wat voor contract dan ook. En denk alsjeblieft breder dan alleen het financiële. Het kan ook gewoon zijn dat je afspraken hebt met leveranciers dat je diensten aan elkaar levert. Hè? Dus dat je kip en ei verhandelt met elkaar. Dat mag ook. Prima. Zet het erin. Maar geef het een eindtijd. Zorg ervoor dat er iemand verantwoordelijk is en dat die workflow automatisch bij die persoon komt. Dit over de tijdschriften. Als ik naar het volgende contract ga, dan had ik het over de huur van mijn pand. En ik had het ook over verplichtingen. Wat doet dit namelijk? Je ziet in de looptijd dat die loopt van januari 2017 tot eind 2018. Oftewel, een huur van een pand. Ik heb op de verkeerde geklikt. Moet even wennen aan de... Oh nee, niet wennen aan de muis. Dat is gewoon mijn eigen schuld. Nu heb ik het wel goed gedaan. Dit is logischer. Een contract van 2014 tot met 2020. Dus dit is een langlopend contract. Hoe fijn is het dan dat je hier, vanuit hier ook automatisch per jaar verplichtingen kunt genereren. Dus elk jaar verwachten wij een factuur. In de onderste weergave, elk jaar verwachten wij een factuur van deze leverancier voor de huur van het pand. Die verplichting die staat er.
in principe wijkt het bedrag ook niet af. We hebben met die leverancier gezegd, je mag mij elke keer weer 34.200 euro factureren. Dat is mooi. Dan kunnen we precies die factuur tegen die verplichting afletteren. En als die verplichting vrij is gegeven, gaan we ook automatisch betalen. Dus als je aan de voorkant bij de bron al borgt dat het akkoord is bij het contract, dan genereren we verplichtingen, de factuur kan afgeletterd worden, hoeft er niemand meer naar te kijken. Als het aan de voorkant maar goed staat. Dat over de verplichtingen. Hier ook weer zie je heel mooi naar voren komen hoe dat we dossiervorming hebben. We kunnen zelfs bijvoorbeeld zeggen, we gaan de beoordeling van inkooprelaties gaan we doen op basis van de contracten. Dus die schieten we ook hier weer netjes in. En als laatste contract wilde ik de raamcontracten aanstippen. Nou, dan raak ik onze inkoopfunctionaliteit. Als je mij kent, daar komen de lange verhalen. Daar kan ik inderdaad 3 uur over kletsen. Maar ik heb nog 4 minuten. Dus ik ga niet te lang hierbij stilstaan. Maar wat kan je met die raamcontracten? Je kunt inkoopaanvragen binnen die contracten starten. Dus iemand die wil graag iets gaan inkopen, bijvoorbeeld een bos bloemen, binnen dit raamcontract bij Fleur af, in plaats van Fleur op. En die inkoopaanvraag die start binnen dat contract. En dat is mooi, want dan heb je gelijk alle kaders heb je al vastgesteld. Dus je kunt dat proces van die inkoopaanvraag, om dat te beoordelen, kan je al mooi gaan richten op basis van het contract wat er van tevoren is vastgesteld. Als er dan vervolgens ook een inkooporder van wordt gemaakt, een inkoopaanvraag moet je beoordelen, dat is nog intern, dus een conceptorder als het ware. En als die inkoopaanvraag goedgekeurd wordt, dan wordt er een inkooporder geplaatst, echt een bestelling. Maar dan is het leuke, dat genereert natuurlijk een verplichting. Dat genereert een financiële verplichting die je moet gaan betalen aan jouw leverancier. Inkoopaanvraag, inkooporder, verplichting. En dan komt die verplichting weer. Is die factuur er? Ja, dan kunnen we in principe, als het allemaal klopt, en dat hele beoordelingstraject is aan de voorkant al geweest, als die factuur dan klopt met de verplichting, kunnen we gaan betalen. Nou, ik laat dat nog heel even kort zien, wat dat is. Als ik bijvoorbeeld hier vanuit mijn inkoopportal een bos bloemen wil gaan aanvragen, dan kun je dus als organisatie, als inkoopafdeling zeggen, nou, stel jij wilt een bos bloemen gaan aanvragen, dan hebben we daarvoor al een raamcontract. We hebben daarvoor afspraken, prijzen, voorwaarden van tevoren met de leverancier geborgd. En dat staat al vastgesteld. En zo zie je hier, ik heb het veld zichtbaar gemaakt, maar die kan je met zo'n profiel natuurlijk mooi verbergen. Hier heb ik een vrije inkoopaanvraag voor bosbloemen. Het contract is automatisch al ingevuld. De aanvrager hoeft er niet over na te denken. Maar dat is juist weer het kapstokverband wat je helpt van A tot Z om alles te bundelen en bij elkaar te houden. Nou, wil je hier nou meer over weten, dan verwijs ik je heel graag naar ons thema van budget tot betaling. Daar zit alle informatie in die je daarover wilt weten. En we zijn uiteraard ook zo meteen beneden aanwezig bij de beursvloer voor al je vragen. Tot slot, om de laatste 2 minuten met elkaar af te ronden. Als je zoekt in onze KB, onze Knowledge Base, naar contractbeheer in financieel, vind je een fantastisch mooi stukje. Al zeg ik het zelf, niet zelf geschreven, maar hebben onze documentalisten heel goed gedaan. Een fantastisch mooi stuk over hoe je contractbeheer kunt inzetten, welke voordelen je eruit kunt halen, en er staan ook 2 mooie videotrainingen bij. Dus als je 10 minuutjes over hebt, je kijkt die 2 video's, weet je precies wat ik zojuist heb verteld, maar dan iets meer verdiepend in de software. We hebben ook een heel mooi dashboard, wat je goed overzicht geeft over de contracten en wat de status is. En over die eerste pijler die ik zei, ja, het overzicht over contracten willen kunnen bewaren. Niet alleen het inzicht, maar ook het overzicht. En als laatste komt er een webinar. In principe willen we voor alle thema's die we vandaag aanstippen een webinar geven. Schrijf je ook zeker in zodra die inschrijfpagina's beschikbaar komen. Want dan gaan we echt nog even lekker de diepte in met elkaar over de webinars. Dan ben ik klaar.